Dit is het weerjournaal van Weerplaza. Een wisselend beeld boven Nederland met ruimte voor opklaringen, maar ook een paar wolkenvelden die overtrekken. En uit die wolken valt in het uiterste zuidwesten van het land mogelijk wat lichte neerslag. Verder schijnt de zon geregeld, vanochtend temperaturen van 12 of 13 graden. En vanmiddag lopen ze flink verder op, want dan wordt het in het noorden van het land 18 of 19 graden en in het oosten misschien wel 20 kleine kans op een bui in het zuidwesten en midden, maar waarschijnlijk blijft het gewoon droog in het noordoosten kan wel een bui vallen en ook in het zuidwesten. Vanavond is het overal weer droog, hebben we opklaring en koelt het af naar 15 graden. De wind begint dan ook iets af te nemen. Overdag staat er een matige tot vrij krachtige wind. Morgen matige wind uit oost tot zuidoost, er vallen een aantal buien in de loop van de dag en er zou zelfs een klap onweer bij kunnen zitten. De zon heeft het in het noorden wat moeilijker dan in het midden en zuiden. 18 graden. Ook de rest van de week, dit soort temperaturen en ook lichtwisselvallig weer. Elke dag is er ruimte voor zon, maar elke dag kan er ook een bui vallen. Later in de week, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl